Mensen, hey, ik ben Meron Amiri en ik ga vandaag voor jullie weer filmen. Leuk, hè? Ja. Dit is eigenlijk nu een vlog, maar ja. Ik weet dat jullie niet goed kunnen mij zien, maar ik loop gewoon allemaal wat. Ik had niks te doen. Zo, wat een harde wind. Zo, even oversteken. Ik heb een paar geitjes. Nu moet die zijn gewoon op mij op de straat. En ik moet nog iemand voor mijn kanaal bedanken. Dat is TrollTV. Dat is ook een YouTube kanaal. En ik bedank ze heel erg. Bedankt. Mensen nu van TrollTV dat zien, ik bedank jullie echt zo erg. Jullie helpen mij best wel groot. TrollTV, ja. Is mijn lievelings ook. Ik ken een gast, die is Ami. En we zijn al best wel heel erg lang bevriend. Best wel lang, toen TrollTV nog niet eens bestond. Maar hij woont in Maastricht. En ik ken kijk wel. En dan kan je niet zeggen, hey, ik ga even een fietsje naar hem. Dat is best wel rot. Ja. Je kan niet altijd wat je wilt hebben, hè? Maar dat is in je mama in je leven. Maar ik weet wat ik in mijn vorige aflevering zei, dat ik niet zou gaan vloggen bij vies weer dan. Maar ik dacht gewoon, zou ik maar gewoon even doen. Dus dat heb ik voor jullie gedaan. En ik zal vaker proberen te vloggen en meer challenge. Even voor de reacties. Help me alsjeblieft er even mee. Ik wil graag voor jullie doen. TrollTV, die helpt me eigenlijk het meest. Omdat ik ben ook met Ami hier. Die het troll alles heeft bedacht. Hij helpt me ook daar best wel dus mee. En ik zie jullie even over een seconde. Zo, daar ben ik dan weer. Hè? Ik ben er weer. Over een seconde. Ik ben best wel snel. Nou, kijk, ik ben wel een paar geitjes. En hoe heet die dingen? Ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Even zo. Kijk, kipjes. Kijk, kipjes. Kijk, daar zijn allemaal van de dieren. Kijk, ze zitten allemaal op een kluitje. Jij moet niks te zeggen, meneer kipje. Ik weet niet of jullie of het kunnen zien, maar ik zie ze. Tja. Meneer Haan. De meneer Haantje. Ja, nee. Zo, ik ben er dus wel voor eventjes. Ik ga ook nog even daar naar onder. Ik weet niet, ook niet daar, maar daar. Daar wat er water overal ligt. En daar. Dan ga ik even daar een stukje lopen. Maar ik zie dan weer over een seconde. Omdat ik denk niet dat jullie dat gaan leuk vinden als ik naar onder ga en zit te lullen. Zet het dan wel even in de reacties. Nee. Oké. Okay. Wat een orde weer. En zo, daar ben ik weer. Hey. Zo, dus ik ben er. En daar was ik dus daarnet. Zie je die kipjes daar nog? Zie je die? Ja, daar zie je ze. Die misschien niet. Maar dat was ik. En hier is het water dus. Waar ik over had. Zo, hier. Hier wordt ook vaak gevist. Maar alleen op als het van de gemeente dat mag. Dat is ook. Je mag je niet, alleen met toestemming. Maar alleen dus op speciale dagen mag dat. Bijvoorbeeld op Koningsdag, dan mag dat dus. Maar je mag de vissen niet houden. Je moet ze ook weer terug in het water stoppen. Dat mag dan weer niet. Kijk, daar zijn allemaal eenden. Eenden. Zie je ze? Ja? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Kijk. Die zijn allemaal schattige eenden. Maar weet je, zie je die? Die horen eigenlijk daar. Dus hier. Maar we zijn niet overheen gevlogen. Zie je die witte? Die witte, die kunnen volgens mij niet meer vliegen. Omdat ze staan me alleen maar hier. En wat moet je dan doen met je leven als je hier staat? Ik vind het wel zielig. Kijk, deze eend is bang. Bang. Maar deze horen niet.
En jullie moeten even heel even weg. Sorry mensjes, maar even weg. Even weg. Tja, la la. Ik vind de waterval een beetje mooi, maar jammer dat het niet verder gaat. Opeens wordt het een mooie dag. Net ja, was het een beetje aan het regenen en ik wou niet dat ik nat zou worden. Het is een beetje fucking low, maar ja, ik wil gewoon even niet nat worden, oké mensen? Zo, ik ben ik eenmaal. Weet je, ik kom vaak ook wat eten voor de dieren brengen. En als ik nog wat tijd heb, dan kan ik ook wel filmen wat ik aan het altijd doen ben. Ik breng vaak wel watermeloenen voor deze dieren hier. Voor deze. Ik vind het zielig, een beetje. Omdat ze hebben nog maar kort gras en dan hebben ze maar weinig eten. En ik vind dat een beetje zielig, dus dan helpt ze. Ik geef ze vaak dus watermeloenen. Nou, niet dat rode ding, maar gewoon de schil. En de schil vinden ze best wel erg lekker. En ik had ook toestemming van de man. Of, ja, van de man. Dat ik hier mag wel een schil vaker eigenlijk. Zo vaak wel veel. Die man is daar. Daar. Maar het is niet zijn huis. Het is niet zijn huis. Maar je bewaakt het vaak ook hiervoor. Dus hier. Dus ja. Ik zou ook even de bord willen laten zien. Dus ik zie over weer een seconde. Dus hier, kijk, hier staat dat bord. Hier. Staat opnieuw een bord. Was helemaal verroest. Verboden te vissen. Dus dat weet je ook. Soms, als ik een beetje te lang film, dan kan ik niet aan elkaar plakken. Dat vind ik nogal moeilijk. Ik ben ook een beginner. Dus, maar als het te vol is, dan maak ik een deel 2 ervan. Probeer ik dat samen te doen. Dus dat zeg ik dus vaak in mijn video's, altijd. En dat tot ik dat doe. Dan moet je kip. Nee, maar dus ik zal wel vaker proberen om voor jullie te doen. En ik zal echt zeker weten vaker willen zeggen, omdat het is niet makkelijk. Hey, meisjes, kijk. Daar zijn ze, kijk. Zie je? Zie je ze? Ik geef jou vak eten aan jou. Heel groot. Ik vind deze best wel stoer. Kijk, ze denken dat ik nu aan het eten geef. Maar ik heb dus alleen een telefoon. En telefoons zijn niet goed voor jullie. Nee, hè. Ik vind het zielig. Zie je dit gras? Dat is helemaal geen gras meer. Dat is modder. Zie je het net? Modder alleen. Andere kipjes en dan is de kut daar nog wat. Maar ik ga dus even doorlopen en dan zie ik weer voor een seconde.